Goed, het is 3 uur inmiddels, dus wij gaan van start. Zometeen zullen er vast nog wel wat mensen binnendruppelen en dat is helemaal prima, want er waren heel wat inschrijvingen. Ik hoop dat jullie mij kunnen horen, allemaal. En ik wil jullie van harte welkom heten bij het verhaal van Peelpioniers. En ze zitten al klaar, zijn druk bezig even een presentatie klaar te zetten. Mijn naam is Joni Herbrechts en ik werk voor Helikon MBO Tilburg. En wij zijn dit jaar de trotse host van het Groene Peper Symposium. Met de slotdag bij ons op locatie, maar zeker ook voor de webinars die deze week allemaal plaatsvinden. En nou, in het speciaal welkom aan de mensen van Peelpioniers. Die gaan zich dadelijk zelf even voorstellen. En we zijn heel erg trots dat we jullie mogen ontvangen op de eerste online editie van de Groene Peper. Het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst. En dit is echt de plek om je te laten inspireren in deze hele week voor webinars op het gebied van duurzaamheid. We hebben een aantal ontzettend interessante onderwerpen bij elkaar gebracht. En daar vertel ik je daar graag meer over. We vinden het in ieder geval leuk en de deelnemers komen langzaam binnen dat jullie er zijn vandaag. En ik zie dat er nou, al 21 mensen zijn. Waar er geloof ik al meer dan 60 al zich aangemeld. Dus dat zal nog wel vollopen. Heel erg leuk om te zien dat mensen toch online de tijd nemen om over duurzaamheid geïnspireerd te worden. Juist nu hebben we elkaar daar hard voor nodig. Dankjewel daarvoor. Even over de virtuele editie van het Groene Peper. Je kunt dus in totaal deze week deelnemen aan 18 webinars die over die week verspreid zijn. En op de laatste dag, en daar zijn wij dus de trotse host van bij Helikon Tilburg, vrijdag 28 mei komt de keynote Hajar Yacoubi komt over een groene reset die we met z'n allen kunnen maken en spreken. En op die dag hebben we ook de uitreiking van maar liefst 3 awards. De Duurzame Lector van het jaar, de Rachel Carson Afstudeerprijs en de Sustainable. Dus ook voor vrijdag om daarbij te zijn. En daarnaast wil ik nog even met jullie delen wie er achter de Groene Peper zitten. Dit is een initiatief van verschillende organisaties. Van RVO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, SURF, Studenten voor Morgen, Sustainable Digital Infrastructure Alliance en het Groene Brein. Mocht je nog interesse hebben in dus die andere webinars, dan heb je nog de mogelijkheid om je deze week een uur van tevoren nog te registreren. Dat was mijn praktische woordje. Een aantal mededelingen voordat we beginnen. Je kan in de chat kan je vragen stellen. Jullie zijn zelf niet zichtbaar als deelnemers, maar jullie zien natuurlijk wel de presentatoren. Tijdens de presentatie mag je in de chat gewoon je vragen stellen. Ik zal ze aan het eind verzamelen voor de sprekers. Deze webinar wordt ook opgenomen, dus daarvan ben je nu op de hoogte. En als je technische problemen hebt, als je de webinar niet helemaal meer goed kan volgen, dan willen we je vragen opnieuw in de sessie te komen. Dus opnieuw even op de link te klikken die, van Webex. Nou, ik ben door de huishoudelijke mededelingen heen en waar jullie natuurlijk allemaal voor komen, is het verhaal van Peelpioniers zelf. Dus ik geef heel graag het woord over aan degenen die daarvoor klaar zitten. Ga je gang. Hi. Goedemiddag. Dit is een klein onderdeel van het grote team van Peelpioniers. En we zijn super blij en vereerd dat jullie met grote getale geïnteresseerd zijn om naar ons verhaal te luisteren. We willen eigenlijk kort starten met een introductiefilmpje met betrekking tot stagiaires. Dat heeft Yassine gemaakt. En omdat we het niet zelf kunnen starten, hebben we het in de chat gezet. Dus we zouden even willen vragen of jullie in de chat de link willen openen. Dan kom je automatisch bij het filmpje en met elkaar over 2 tot 3 minuutjes weer terugvinden op dit platform. Jonny, wil jij ons een seintje geven en de film zelf even afspelen? Dan weten we wanneer we terug kunnen starten. Dankjewel. Ze heeft niks gedaan.
Als het goed is, heeft iedereen de film kunnen bekijken. En anders hebben we nog de link voor later. Ik denk dat we verder kunnen. Hi, dus genoten van het filmpje? Jessine heeft er heel veel plezier mee gehad om het te maken. Dus dat geeft zeker een indruk hoe de stagiaires bij ons aan het werk gaan. Hoeveel dat er vooral zijn voor een klein bedrijf. Dus daar zijn we heel trots op. Even een kleine introductie voor ik het woord meteen aan Harold heel graag geef. We zitten hier met drie en dat is een heel bewuste keuze. Omdat we denken, als we het verhaal samen vertellen, gaat het veel krachtiger zijn. Dan krijg je het van andere invalshoeken verteld. En andere krijgt het gewoon meer kleur. Dus vandaar dat je niet alleen mij ziet zitten, maar heel blij ben dat Harold hierbij zit. En ja, ik denk Harold, je ziet ook de presentatie op dit moment. Harold kan daar heel veel over vertellen. Ja, ik wil jullie even meenemen in de wereld van de sinaasappelschil. In de route van de sinaasappelschil. En met jullie dit stroomdiagrammetje doornemen. En dan beginnen we bovenaan waar de tekening staat van Fresh Juice. Omdat dat eigenlijk het startpunt is van hoe wij tegen de stroom van de schil aankijken. Dus voor ons begint eigenlijk het proces bij de fresh juice, dus de schil die eigenlijk als afval komt bij het persen van een sinaasappel. Het is lastig dat jullie niet kunnen antwoorden, maar je kan het in de chat. Kunnen we iets van interactie met elkaar opbrengen. Dus als ik een vraag stel, je kan en mag reageren via de chat. En eigenlijk om jullie er even bij te betrekken, zou ik de vraag willen stellen of jullie een idee hebben van hoeveel kilogram schillen er per jaar verzameld worden. Of eigenlijk als afval worden afgevoerd in Nederland. Dus heb je een idee van het aantal kilogram wat per jaar als afval, als sinaasappelschil afval afgevoerd wordt. Ik weet niet of je iets in de chat. 25 miljoen kilo zie ik als antwoord. 25 miljoen kilo. Wie biedt meer? Tromgeroffel op de achtergrond. 40 miljoen, zie ik denk ik al. Hoeveel? 40 miljoen. 40 miljoen, ja, heel goed, heel goed. Nou ja, we voeren het langzaam. Het aantal kilogram is in ton 250.000. Plakken we daar dus de factor 1000 overheen, dan zitten we op 250 miljoen kilogram schil, wat er dus eigenlijk per jaar wordt afgevoerd. En deze 250 miljoen kilogram schil wordt normaliter. Wordt dat verbrand? Dus het is eigenlijk gewoon afval wat verbrand wordt en waar we dus een CO2-uitstoot bij krijgen. En de oprichters van Peel Pioneers die zijn een jaar of 4, 5 geleden met dit probleem eigenlijk aan de slag gegaan. En hebben gekeken van nou ja, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die CO2-uitstoot door het verbranden van een schil, waarbij we nog hele mooie dingen kunnen doen. Hoe kunnen we dat verminderen? En dat is het startpunt geweest van de fresh juice. Hè. We kennen allemaal wel de vers geperste sinaasappelsap. Die we vooral in het weekend met elkaar drinken. Bij een mooi ontbijtje. En de schil die dan normaliter dus naar wordt verbrand. Die wordt op dit moment dus opgehaald door onze partner Renewi. Dus we hebben met een aantal retailers, zoals een Jumbo, hebben we een overeenkomst afgesloten dat alle sinaasappelschillen die daarbij vrijkomen, dat we die verzamelen. Nou ja, dat verzamelen gebeurt in kliko's, in zakken. En die zakken worden uiteindelijk in grote doolhafbakken verzameld. En die doolhafbakken, en we zitten nu bij het transportstukje rechts in het plaatje. Die worden dus door onze partner opgehaald bij de distributiecentra door heel Nederland. En dan worden die doolhafbakken
op een vrachtwagen geladen en zo naar onze productiefaciliteit in Son gebracht. Ik praat over de productiefaciliteit in Son, maar we zitten eigenlijk aan de vooravond van een heel mooi moment, omdat wij vanaf komend weekend de productiefaciliteit in Den Bosch in gebruik gaan nemen. En dan gaan we dus naar een grotere fabriek toe. Ja, maar een verdrievoudiging. Dus, een verdrievoudiging, ja, om het even in perspectief te zien. Dus we gaan 3 keer zoveel sinaasappelschillen verwerken. En dat gaan we vanaf komend weekend gaan we dat hier in Den Bosch operationeel maken. Dus we gaan hier die sinaasappelschillen ontvangen. En dan worden die door een proces gehaald. En uit dat proces, wat we hier gaan opbouwen in Den Bosch, zullen we verschillende producten kunnen halen. We hebben daar het product orangenade, zoals we dat in mooi Nederlands noemen, of orangenade. Dat zijn eigenlijk sinaasappelschilstukjes die veel gebruikt worden in de bakkerijindustrie. Daarnaast halen we uit de sinaasappelschil halen we olie. Die olie vindt zijn weg in verschillende toepassingen. Aan de ene kant ook in bakkerijindustrie. Maar aan de andere kant vindt het ook zijn weg in bijvoorbeeld shampoo of schoonmaakmiddelen. En dan hebben we eigenlijk nog een derde tak van producten. En dat zijn de vezels, de fiber. En die fiber die vindt ook zeer veel toepassingen in de voedselproductie. Dus als we daar onderaan nog even kijken, als ik jullie daar nog even kan meenemen. Hè, dus we processen die sinaasappelschillen die we hebben binnengekregen tot nieuwe ingrediënten. Ingrediënten zoals dus een sinaasappelolie, maar ook een olie waarbij de smaak van de sinaasappel al eruit is gehaald. De fiber. Waarbij ook de smaak en de geur wordt uitgehaald en de originade. En deze 3 ingrediënten worden weer opnieuw in producten toegepast. Daarbij sluiten we aan met de industrie. En die kopen onze ingrediënten in en gaan het toepassen bij hun in diverse producten. En die diverse producten, bijvoorbeeld zoals we een muffin hebben gehad, zoals we een schoonmaakmiddel hebben, zoals we, ik heb koekjes gezien, zoals zeepjes, kaarsjes. Zeepjes, kaarsjes, ik heb het in bier gezien. Heel veel bier vooral. Heel veel bier. Al die producten waar onze ingrediënten in zitten, komen uiteindelijk weer terug in de winkel. En in principe in dezelfde winkel, waarbij ook de sinaasappelschil als afvalreststroom begint. En dan zijn we eigenlijk weer. En zo hebben we dus een hele mooie circulaire oplossing bedacht voor de verwerking van de sinaasappelschil, wat niet meer verbrand wordt tot CO2, maar waarbij wij nieuwe ingrediënten eruit halen die we via nieuwe producten weer uiteindelijk in de winkel verkopen. Dus dat is de route van de Peel waarbij ik jullie even wilde meenemen. Vragen daarover die kunnen die mogen ook nu wel gedeeld worden. Maar ja. Ik geef het woord even over aan Lindy, mijn collega. En dan zullen we dan straks terugkomen op de vragen. Ja, zeker. Ja, Jessien die net naast ons zat, onze stagiaire, die is druk bezig in het chat al jullie vragen te verzamelen die we dan zo gaan beantwoorden. Dus zet ze er gerust in, we komen er zeker op terug. Ik wil graag nog aanvullen op ons mooie proces, ons circulaire proces dat we hebben, dat ons doel eigenlijk is om eigenlijk alles uit die schil te halen. Dus niks mag onbenut worden. Dus zelfs nu zijn we water aan het spoelen om de sinaasappels weer schoon te krijgen uit de winkel. Dat heet dan yellow water. Wij noemen dat weer yellow water. Daar zit dan weer heel veel suikers in. Daar zijn we nu ook weer met een project op bezig. Hoe kunnen we daar dan weer van alles uithalen, zodat echt alles benut wordt? Dus dat vind ik wel een mooie gedachtegang. Want ik wil ook wel iets toelichten over de naam Peel Pioneers. Dat die niet zomaar gekozen is. Want mijn eerste reactie als ik net kan werken, was van ja, je hebt dat wel allemaal mooi gedaan, hè? En die productjes en dan ingrediënten, maar op een duur dat het pionieren zelf is toch wel gedaan dan. Hè? Je gaat dan een fabriek in en dan start het eigenlijk verder. Maar het is eigenlijk die open mind, die attitude, die cultuur, daar zijn we echt heel hard mee bezig om die eigenlijk
levend te houden. Want misschien in de ingrediënten zal er niet zoveel pionierwerk meer zitten, maar op HR-gebied, op finance-gebied, op duurzaamheid kan er eigenlijk nog heel veel geraapt worden. Dus, en dat is iets wat ik graag vanuit mijn aspect, vanuit mijn gebied, graag wel zaken over toelicht. Omdat ja, het is eigenlijk, we vinden ook als we goede duurzame alternatieven willen zoeken, dat we moeten ook moeten gaan inzetten op duurzame relaties. Wat ik zei, het is een mindset, het is een attitude, het is meer dan een uitvinding. Het is echt een manier van kijken en ook hoe je naar elkaar gaat kijken binnen het bedrijf. Dus ik ben heel erg bezig samen met iedereen, want het is zeker niet van mij uit, maar ik geef een beetje de voorzet van hoe kunnen we die cultuur gaan waarborgen en gaan creëren. Dus vooral ook die bewegingsvrijheid groot houden. Want als je creativiteit en pionierschap groot wil houden, moet je zorgen dat er vrijheid is, maar ook veiligheid is om te kunnen ondernemen. Dat er niemand inderdaad elkaar gaat tegenspreken of vanuit een heel dominante wereld, ja, maar ja, het is nu zo en we kunnen niet anders. Als tegenreactie geven, ja, maar we moeten wel zo, dus het moet gewoon anders. En daar een mooie dynamiek onder elkaar als collega's, want daar begint het uiteindelijk bij ons bedrijf, bij elkaar als collega's. En als er een uitdaging is, zoals een nieuw product of als een klant een probleem voorstelt, dat dat een uitdaging is waar dat je alle tijden kan op inpikken. En nog een vraag van, hoe maak je duurzaamheid ook voelbaar? Want je kan wel zeggen, heel veel mensen die solliciteren bij ons, die hebben iets met duurzaamheid, die willen daar iets mee doen, maar hoe hou je dat bij iedereen voelbaar? Want dat gaat veel verder dan natuurlijk recyclen, dat moet ik jullie natuurlijk niet zeggen. Dus het is echt, we moeten de attitude die we om onszelf moeten aanleggen, maar ook we moeten aanleren, maar ook als werkgever moeten we nadenken, hoe kunnen we dat faciliteren? Hoe kunnen we dat eigenlijk doen, gaan voeden? En dan lijkt mij zingeving toch echt wel echt key. Als we weten de waarom erachter, dan gaan we het echt effectief doorzetten. Is het inderdaad omdat het alleen maar geld oplevert of alleen maar de planeet beter maakt, dan wordt het ineens een heel leeg omhulsel. Dus we moeten veel meer zingeving gaan geven. En die vraag moet je volgens mij eigenlijk meerdere keren per week aan jezelf gaan stellen en aan je collega's gaan stellen om eigenlijk toch tot een beter niveau te komen. Dus dat betekent dat we heel vaak in het donker gaan tasten. Want dat vind ik ook wel zo mooi om mee te geven. We hebben iets moois bedacht, maar we zijn nog heel vaak aan het zoeken. Dus ook wij met de stagiaires binnenkomen, die gaan ons heel vaak aan de tand stellen. En dat moeten we ook gaan blijven doen, kwetsbaar blijven. En dan kunnen we misschien effectief eens ooit naar een 100% duurzame wereld gaan. Dus kritisch brainstormen, doorpakken. En ja, ik denk al die zaken, dat is de boeiende fase waar dat Peel Pioneer zich nu in begeeft. En waarom dat ik het enorm fantastisch vind om hierbij te werken. Ik weet niet of jij je nog daar iets wil op aanvullen, Harold? Nou, ik ben vrij recent bij Peel Pioneers gestart. En wat het hele mooie is, is de pioniers, het zit ook al in de naam, het pionieren, het ondernemen. Dat zit hier eigenlijk iedereen wel in het bloed. En het is dus echt het ondernemen op het gebied van, nou ja, wat je leuk vindt en waar je goed in bent. Dus dat vind ik het hele mooie van het bedrijf hier en van werken hier. Dat je op je eigen vakgebied tast je in het duister, zoals je dat benoemde. Maar dat je ook de ruimte en de vrijheid krijgt om dat verder te ontwikkelen en daarin pionierend te werk gaat. Ja, en een hele interessante voor mij dan, om het daarmee af te sluiten, denk ik, is het pionierschap zit vaak ook bij start-ups een beetje in het bloed. Dus dan is het logisch als je zulke mensen gaat aantrekken. En hoe gaan we dat waarborgen als we richting een heel groot bedrijf worden? Om die creativiteit en inderdaad niet altijd dichter en dichter op je vierkante meter te bewegen, gaat stimuleren. Dus als jullie daar tips in hebben, dan zie ik die ook graag tegemoet. Want dat is de ontdekkingstocht die ik vanuit People Pioneers, zoals ik het noem, aan het afleggen ben. Ik denk dat we nu verder kunnen gaan naar de Q&A, denk ik. Jessin, kan jij ons helpen met de eerste vraag? Ik ga ook even de microfoon aanzetten. Ja, dat kan ik zeker. Er zijn in de afgelopen 20 minuten wel een aantal vragen binnengekomen. De eerste vraag is... Ik denk dat je beter die van jou uitzet en dan met ons meepraat, omdat we heel harde echo, denk ik. Ja, of ik zet die van mij. Precies. Even op uit. Ja? Nou, top. En we gaan even verder. De eerste vraag is van een student.
Even kijken, wordt bij de verbranding van de schil wel energie opgewekt? En zo ja, mis je dat dan? Oké, Jessin, kan je hem nog eens herhalen? Sorry, de vraag. De vraag was, wordt bij de verbranding van de schil ook energie opgewekt? En als dat zo is, mis je dan die energie nu niet, nu je niet de schil verbrandt? Wordt bij de verbranding van de schil geen energie opgewekt? Ja, energie opgewekt. Of energie ingezet bedoel je dan? Nee. Bedoelt diegene dat eruit wordt gehaald, zeg maar. Bij het verbranden van de schil. Daar is wel onderzoek naar gedaan, voor zover ik weet. Maar die energie die eruit wordt gehaald, die is zeer minimaal. En nog niet, zeg maar, industrieel toepasbaar. Dus de richting die wij echt hebben gekozen is dat er komt CO2 vrij bij het verbranden van die schillen. En om dat tegen te gaan, wordt ervoor gekozen om er dus die totale schil te verwaarden. Dus er een aantal producten uit te halen. Ook nog een aantal producten die we nu nog niet hebben. Daar doen we heel erg veel onderzoek naar om die producten ook te krijgen. En eigenlijk de totale schil die we nu hebben, wordt dus hergebruikt. Dus ja, het staat niet in verhouding de hoeveelheid energie die erbij vrijkomt ten opzichte van het verwaarden van de totale schil. Oké, ik hoop dat het een goed antwoord is voor de student. Dan heb ik nog een vraag van de student. Waar liepen jullie tegenaan bij de oprichting van het bedrijf? Was er weerstand? Ja, dan moeten we eigenlijk uit tweede positie gaan praten. Want ik en Harold hebben het opstarten zelf niet meegemaakt. Peel Pioneers bestaat inmiddels 4,5 jaar. En ik zeg, de echte start-up heeft in Son plaatsgevonden. Dus wat ik wel weet van de drie oprichters, en dan heb ik het over Lindy, de andere Lindy, Bas en Sietse, dat er wel heel veel animo vooral was. Dat er eigenlijk heel veel deuren zijn opengegaan, net omdat ze zo'n duurzaam motief hadden, die gewoon ook wel een win-win situatie heeft. Want het blijft wel afval waar dat iedereen heel moeilijk vond om eigenlijk schilderen. Als je schillen gaat proberen verbranden, dan komen die suikers die vrijkomen, die olie, dat was een eigenlijk vettig doel en kostte heel veel om eigenlijk die schillen te verwijderen. En ons bedrijf zegt van oké, laten we die wegnemen en laten we daar dan iets moois van maken. Dat er gewoon ook wel heel veel meevallertjes waren. En de tegenvallers, ja, dat zou je toch aan hen zelf hebben gaan vragen. Ik kan me wel voorstellen, hè. Peel Pioneers brengt een oplossing voor het afval. Maar dat is business-wise, is dat natuurlijk wel dat er opeens anders wordt tegenaan gekeken tegen een sinaasappel of een sinaasappelschil. Ons startpunt is afval. En afval bestaat niet. Hè? Dat is wat wij eigenlijk denken. Ja. En die manier van denken, Lindy zegt het heel goed, hè, ik was er niet bij toen het bedrijf werd opgestart. Maar die manier van denken, ik kan me voorstellen dat wel enige tijd heeft gekost om mensen waarmee wij samenwerken, klanten, maar ook aan de ene kant bedrijven die onze schillen leveren, dat die manier van denken wel even ergens post moet vatten in de hoofden van mensen, om dus te begrijpen dat het dat wij op een andere manier tegen de business aankijken. Ja. Bedankt voor je antwoord, zeker. Dan is er een vraag vanuit de stagecoördinator. Die zei, zijn er alleen maar stages in de fabriek te vinden? Of zijn er ook die op andere gebieden? Elk gebied die er is, als het filmpje ook zag, tot elke input die kan geleverd worden. En ook wat ik zei, we doen pionieren op elke bak, maar ook stages op elke bak, kan er input gegeven worden. Want we moeten scherp blijven op elk gebied en zeker niet alleen in de fabriek.
Dus op elk vlak, dat is dus behalve de fabriek, dat is ook echt in de R&D, het lab. Het is het lab, we hebben finance, we hebben de HR, we hebben sales, we hebben technical sales en we hebben cash manager. En dan ga je inderdaad al meer richting de fabriek toe. Maar het is echt niet dat de fabriek ook alleen maar, en je hebt daar ook kwaliteit natuurlijk, niet alleen productie en productiemedewerkers hebt. Daar heb je ook nog wel een brede range aan diversiteit, maar ook tot storingsmonteurs, elektriciëns. En dat is nog wel een beetje ons team, denk ik. Dus intussen hebben we niet veel meer functies. Ja, dus eigenlijk op elk vlak van onze operatie zijn stagiaires welkom. Ja, zeker. Ja. Ja, top, volgens mij is het een heel duidelijk antwoord. Dan hebben we nog een vraag van Jo Sanne. En die vraagt, hebben jullie nog last gehad of hebben jullie last van vervuiling in de stroom? Of komen er goed gescheiden sinaasappelschillen uit de winkels? Bijvoorbeeld zit er brood of plastic of zo nog bij in de zakken? Gigantisch veel. Dat is echt niet te doen. We hebben, bij wijze van spreken, we hebben dan een heel Zoomex-automaat uit vuilniszakken getrokken. Want wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Je hebt die schillen in die Zoomex, in de machine dat erin gaat. En die zakken worden leeggemaakt en die worden aan de kant gezet. Maar vaak een verkoopsmedewerker, ja, die gooit er iets in. En die heeft dan net iets, heel veel doekjes van het afvegen. Maar ook kleine babyschoentjes. Heel veel van onze medewerkers, ik, Harold, wij moeten ook vaak in de productie gaan werken. Dus het is altijd een heel avontuur wat we eigenlijk allemaal in die zakken vinden. Dus eigenlijk ik vind dat we een soort van etalagekast moeten maken met de meeste indrukwekkendste zaken die we in onze schillenzakken hebben gevonden. Ja. Welke is indrukwekkendste dat jij hebt gevonden, Harold? Ja, andere vruchten. Dat is ook wel heel grappig. Zelfs vruchten die ik nog niet kende. Een hele grote, het leek een soort rode kool, maar het was echt een vrucht, want er zaten pitjes in en zo. Babyschoentje ben ik nog niet tegengekomen. Veel kuisen. Ja, heel veel schoonmaakdoekjes. Schoonmaakdoekjes, ja. Ja. Ja, helaas ook af en toe een bierflesje. Wat voor het proces natuurlijk wel heel tricky is, want dan worden meteen alle lijnen gestopt om dat goed schoon te maken en dat goed eruit te krijgen. Maar ja, het lijkt alsof het heel veel is. Ik schat dat 95% is gewoon sinaasappelschil. Ja, zeker. Ja, zeker. Maar er komt wel af en toe iets verrassend bij. Ja. Eigenlijk aansluitend op deze vraag, Anton Arts, ook nog een best wel goede vraag. Moeten jullie bijvoorbeeld de Jumbo betalen voor de schillen of betalen zij jullie voor het ophalen? En daarbij ontvangen wij subsidies zoals een WBSO? Ja, het is eigenlijk gestart. Nee, Arda, jij kan een antwoord beter geven. Hoe dat ik denk dat is, misschien zit ik er heel naast. Maar is inderdaad dat die gestart is, dat supermarkt inderdaad zeiden van oké, neem ze maar. Daar zijn we heel blij mee dat we er vanaf zijn, want anders moeten we ervoor betalen. Maar ja, supermarkten zijn ook slimmer dan het worden. Dus die beginnen te denken, hey, jullie maken daar producten van. Misschien moeten we er toch wel geld voor gaan vragen. Dus in heel veel zaken zitten we daar nog een beetje in te onderhandelen. En zijn er echt nog wel nieuwe ontwikkelingen, denk ik. Maar jij doet de saleskant. Ja. Ik denk dat misschien kan jij dat beter toelichten. Nee, ja, dat klopt. Dat is ook per supermarkt is dat verschillend. Het uitgangspunt is wel, supermarkt heeft afval en moet in principe voor zijn afval betalen om dat te laten verbranden. Dus als ze het voor niks aan ons kunnen geven en wij hoeven daar niet voor te betalen, dan heb je daar bijvoorbeeld al een win-win situatie in. Maar nogmaals, dat is ook afhankelijk van de supermarkt en van de onderhandelingen die we daarmee voeren. Maar het blijft sowieso een win-win en dat is onze mooie positie die we hebben, want als ze hun afval zouden wegbrengen, kost het hun meestal nog altijd 3 keer zoveel dan als ze het naar ons zouden brengen bijvoorbeeld. Ja. Dus een van de oprichters, Andere Lindy, die zegt altijd, ja, het alternatief hoeft niet duurder te zijn. En dat is wel een mooie, vind ik, in het duurzaamheidsgesprek. Ik denk, als we willen winnen, moeten we niet altijd als we duurzaamheid willen laten winnen, moeten we niet altijd duurdere alternatieven gaan bieden. Maar moeten we mee kunnen concurreren met de markt die er is? Maar leuke vragen. Het blijft geweldig. We hebben nog maar 13 minuten, okay. maar ik probeer even de beste nog eruit te pakken. Ik vond dat ook een goede vraag. Komen de producten van de schillen, die van bijvoorbeeld bij de supermarkt, komen ook weer terug in de supermarkt of gaan deze naar andere partijen? De schillen die uit het supermarkt komen? Ja, de producten die we daarvan maken. Beide. Komen die uit de supermarkt of in een andere partij? Beide. Hè?
het mooie is. En ja, wat dat betreft zijn we heel blij met Jumbo. In die zin dat Jumbo zich er ook echt hard voor maakt om de schillen naar ons toe te brengen. Of die mogen wij dan ophalen. Maar B, ook om de producten die wij met de ingrediënten maken, samen met onze partners, om die ook weer in hun assortiment op te nemen. Jumbo is daar echt wel een voorloper in. Er zijn nu meer retailers die daarop inzetten. Die dus inderdaad echt zeggen van oké, wij leveren jullie de schillen. En we willen ook het hele cirkeltje met jullie rondmaken. En we willen ook jullie producten weer afnemen. En ik zeg constant onze producten. Maar het zijn natuurlijk producten die onze partners maken. Hè, even voor alle duidelijkheid. Wij leveren alleen de ingrediënten. Jumbo nogmaals is daar een voorloper in. En het vindt nu de navolging met verschillende andere retailers. Wat ook is dus, als wij de schillen hebben. Die we bij partij A ophalen. Het eindproduct kan uiteindelijk ook gewoon bij partij B in de schappen komen. Maar het mooie verhaal is, als één retailer inderdaad de sinaasappelschillen aan ons levert en aan de andere kant het cirkeltje helemaal meer rondmaakt met ons en de producten ook in zijn schappen stelt waar onze ingrediënten in zitten. En nou ja, kijk nog maar eens op communicatieuitingen van Jumbo. Daar zul je ook zien van schil tot schap. Hè, dat is een beetje de slogan die ze her en der in de winkel zal toepassen. En daarin zie je echt dat ze het verhaal ook uitleggen zoals ik het net beschrijf. Dat ja, van hun sinaasappelschil nieuwe producten worden gemaakt. Nou, duidelijk. Dan heb ik van Bertien nog een vraag die net is binnengekomen. Zijn jullie uniek in Nederland? Of zijn er bijvoorbeeld ook bedrijven in Nederland of Europa die dit ook doen? Nee, wij zijn uniek in Nederland. We zijn ook uniek in Europa. We bouwen en gaan volgende week in bedrijf nemen de grootste schillenverwerkingsfabriek van Europa. Je vindt wel soortgelijke initiatieven, maar niet op de schaal waarop wij het op dit moment hebben. Of een veel grotere schaal en dan enkele meer industriële schaal. Want al die, denk aan appelsientje of alle kopjes die er waren, die schillen bleven netjes in Brazilië liggen of in Spanje liggen. En dan die industriëlen, die deden er dan ook wel iets, vooral naar veevoer toe. Of er werd al wel olies gereduceerd. Maar dat is een heel ander klassement dan wat wij doen. Ja, en het is goed dat je dat noemt, Lindy. Maar ik wil wel benadrukken dat hun insteek van een appelsientje, of degene die appelsientje maakt, is gewoon anders. Zij maken sinaasappelsap. Ja. En houden dan een product over. En nou ja, daar kijken ze mee of ze daar nog iets mee kunnen of niet. Bij ons is de invalshoek anders. Wij hebben in Nederland, in Europa, gewoon een afvalberg met sinaasappelschillen. En dat pakken wij beet. Dus wij gaan de sinaasappelschil helemaal verwaarden. Al onze energie stoppen we erin om zoveel mogelijk nieuwe ingrediënten uit de sinaasappelschil te krijgen. Dus dat is wezenlijk wel anders dan een... Ja, en ook misschien ook, ja, dat is goed dat je dat toevoegt. Want uit onze schil kunnen ook soms vaak meerdere dingen gehaald worden. Ja. Bijvoorbeeld, als een industriële het zou doen, inderdaad, die geven nu schillen bijvoorbeeld aan een bepaalde partij. En dat wordt dan voor één zaak ingezet. Terwijl wij proberen dat alles zoveel mogelijk te benutten, zodat het inderdaad alle grondstoffen benut worden. Ja, en ik denk dat je meer in Nederland, ik ben even de namen kwijt, iets met bananen. Schil, ook Sunt. Ja. Er zijn wel initiatieven die proberen inderdaad ook vanuit de afvalberg te kijken. En wat kunnen we daarmee? En kunnen we daar ingrediënten of hoe kunnen we dat verwaarden? Ja. Duidelijk. Ik heb nog wel een leuke vraag om het ijs te breken. Van Rob de Vriend, die vraagt waarmee worden sinaasappels geverfd en is het spul een beetje oké? Ja, Jesse, daar heb jij denk ik het beste antwoord op. Ja, volgens mij worden sinaasappels niet geverfd, maar als het werd gebruikt, zou het spul best oké zijn. Nee, maar we hebben nog 8 minuten. Dus ik ga even door naar een van de laatste vragen die we gaan doen. Dan gaan we lekker afronden, denk ik. Nick Den Bol vraagt, gaan jullie nieuwe fabrieken in Den Bosch ook langs bij bijvoorbeeld horecaondernemingen of onderwijsinstellingen in Den Bosch om daar schillen te verzamelen? We zijn bezig, en dat is nog prematuur,
om in Den Bosch te kijken, hè, of we echt een karretje kunnen laten rondrijden langs alle food service, langs alle horeca, om de sinaasappelschillen op te halen. Dat is dus op kleine stadsschaal. Willen we daar een pilot voor starten? Bij grotere horeca-ondernemers of ketens is het wat beter te organiseren dan individueel elke horecazaak. Omdat je dan kunt werken toe naar centrale distributiecentra waar je een hoop schillen in één keer kan ophalen. Dus daar zoeken we in principe naar, maar we gaan ook een pilot opstarten om het echt op lokale schaal te doen. Ja. Oké, top. Ja. De laatste vraag doen? Yes. Yes. Dan hebben we nog een vraag die wat vaker terugkomen, maar van J. Nieuwenhuis. En die vraagt, verwerken jullie alleen sinaasappelschillen of ook andere schillen, bijvoorbeeld appel of aardappel en dat soort dergelijke dingen? Dat is heel de reden waarom we niet sinaas pioneers heren, maar peel pioneers, omdat we inderdaad alle mogelijke schillen aan willen gaan. En natuurlijk vooral de citrusvruchten. Alle citrusvruchten kunnen we nu verwerken, maar we zijn zeker aan het kijken of we daar nog wel meer schillen aan kunnen toevoegen. Ja. Dan heb ik daar een toevoeging op echt de allerlaatste vraag, dan gaan we echt afronden. Ant zegt, mandarijnen schijnen wel een beschermlaag te krijgen. En dat van sinaasappel komt ook nog wel eens een zilverlaagje erop voor. De vraag over de verf, niet over het verf, maar om dit laagje. Dat is een vraag die we zeker aan R&D moeten gaan stellen, denk ik. Ja. En vind ik wel een heel boeiende, dus laten we die zeker stellen. Als je je e-mailadres even achterlaat in de chat, dan komen we daar graag op terug. Okay. Kijk, wordt er gelijk een toelichting geschreven. Ja. Ja, we hebben nog een paar minuten. We hebben een laatste. Zeker. Zullen we een stukje? Ook even met elkaar opgezet? Om er even bij zitten. Ja. We hebben nog een kleine laatste slide voor jullie in petto. Jessien even gaat toelichten. We hebben trouwens allemaal testen gedaan. Daarom kunnen we heel knuffelen. Daarom kunnen we heel dicht bij elkaar zitten. Nee, met mijn stem die jullie net hoorden. Ik ben Jessin. Ik ben een stagiair marketing bij Peel Pioneers. Ik loop hier nu 17 weken al stage. En mijn stage komt bijna ten einde. Maar wil jij ook zo'n leuke stage hebben? Of heb jij interesse bij ons voor september 2021? Lindy's hier zit. Dat is de HR-manager die verzorgt alle stagiaires. Dus mail haar vooral als je interesse hebt. Ook al twijfel je een beetje, kom lekker kijken. Want het is echt een bedrijf waarvan alles mogelijk is. Wil jij meer weten over duurzaamheid en pionieren? Kom dan vooral naar onze Pioneers Day. Deze vindt plaats op 27 augustus 2021. En hier kan jij eerdere stagiaires ontmoeten, praten over circulariteit, verbreed ook vooral je netwerk en geef jouw input en laat je stem horen. Dat is ook interessant voor jou als student zijn, maar ook voor ons. Omdat we eigenlijk heel veel kunnen leren van studenten. Ja, en het is de eerste keer dat we het doen. Dus details weten we eigenlijk nog niet. Input graag. Als je daar suggesties voor hebt, dan horen we dat ook graag. De bedoeling zou zijn dat eerdere stagiaires die bij ons zijn geweest op die dag zijn, nieuwe stagiaires, dat er gewoon een heel goede een interactie is tussen. En inderdaad, dat het op 27 augustus is. Een klein tikfoutje, dus geen probleem. Maar beeld gewoon in dat die 9 en 8 is en dan is alles goed. Superleuk. Ook een oproepje aan degenen die bijvoorbeeld docent zijn op een school of die in een netwerk stagiairs kennen. Zeker goed om te delen. En ik wil jullie hartelijk danken, jullie alle drie, voor deze sessie. Want wat ik vooral heel erg leuk vond, is dat we aan de hand van de vragen het verhaal hebben gehoord. En dat er op die manier, ook al is het online, toch heel veel interactie heeft plaatsgevonden. Dus dank je wel daarvoor. Leuk ook om te zien dat jullie het breder trekken. Dat wist ik zelf ook helemaal niet. Dan echt alleen jullie productie, dan alleen je uitvinding. Maar dat je dat ook heel mooi doorvoert in de rest van je bedrijf. Dus dat haal ik er vooral uit. We hebben nog 3 minuten. Als je nog reactie wil geven in de chat wat je ervan vond, dan heel graag. En verder, hartelijk dank ook aan de deelnemers voor de vele vragen. En wie weet tot in de toekomst. Dank je wel. Ja, aan iedereen. Ja, hartelijk dank.